Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen, de show gaat beginnen. Voilà, de beestenbende is daar, ze zijn ongeveer klaar. De poten en de klauwen geboend, de ruggen recht en de vachten gepoet, de snorrebaarden schoon gelikt. Schroefjes worden vastgedraaid, snaren aangetrekken, trommelstokken vliegen door de lucht, er wordt getokkeld en gestemd, er wordt gevreemd en geblonken dat het lieve lust is. De kangoeroe grijpt naar de hoorn, de zwaan strekt op de cello neer, de koekoek neemt de klarinet, de xylofoon krijgt Fred skelet, de olifant houdt de trompet al gereed, de pony pakt de kasnacht net beet. Silence, het is ons muziek, wij hebben ze gemaakt en jij moet ze kunnen horen, zien, ruiken en proeven. Ze noemen mij niet voor niets een tonentovenaar. Hier komt een stoet van klanken van moi. Moi, mij, mezelf en mij. Het eerste dier is de olifant. Ik ben goed, van poten en oren voorzien, elegant en sierlijk bovendien. En hebt u mijn prachtige billen al gezien? U wilt een foto voor de krant, dat is een kolfje naar mijn hand. Ik wens u me volgens wens en het plezier in bochten voor uw lens. Ja, ik zit prima in mijn dikke vel. Ik ben dol op aandacht. Dank u wel. Oh, u wilt dat ik iets zinnigs zeg? Dat is dan brute pech. Maar ik vertel wel graag roddeltjes rond. En ik kan heel goed draaien met mijn kont. Of
wilt u dat ik eens liefjes lach? Wilt u meer zien dan u mag? Volg gerust mijn doen en laten, mijn leventje van alle dag. Want, kijk dan, ik ben goed van poten en oren voorzien. En zo charmant en ook bevallig bovendien. En hebt u mijn prachtige billen al gezien? Hé, wacht, hebt u mijn billen al eens gezien?
Weten jullie waar mijn holletje is? Dag egel, wat zoek je daar, mijn lieve scharelaar? Ik zoek mijn holletje. Ga je naar uw holletje, mooie kleine stekelbolletje? Ja, maar ik verveel mij. Iedereen heeft zoveel werk te doen. Kom maar, egeltje, prikkelprik. Zullen we spelen, jij en ik? Ja, leuk. Wat zullen we spelen? Zullen we piano spelen? De pianisten zijn hier ook. Kom, we zullen tot vier tellen. 1, 2, 3, 4.
vierde vogel en de meest voorkomende vogelsoort ter wereld. Er zijn 52 miljard kippen op de wereld, daarom vragen we wat meer uitleg aan de kippenboer. Hoeveel kippen heb je? 10. Maken die veel lawaai? Nee. Heeft elke kip haar eigen hok? Nee, anders zouden ze geen vriendjes zijn. Wie poetst die hokken? Ik, en het stinkt. Maar desondanks nog niet vergeten, want dat klink ik afgeleefd en gammel, de meute houdt van mijn gerommel. Thank you.
Hallo. Hallo. Wat doe jij? Niks. Kangoeroes zijn saai. Ik wil graag een aap zijn. Dan kun je de mensen niet afschrikken. Kangoeroes zijn toch leuk? Je kunt mensen slaan. Kijk, daar zijn mensen.
en een zilverwitte vraag. Vroeger is voorgoed voorbij, ik leef en sterf vandaag. Hoe zal het morgen zijn? Jij, mijn vriend, was zacht, ik had het goed met jou. We dreven dag en nacht, zo wederlicht tezamen. Nu ben ik ziek en moe. Strek mijn velen maar glad. Mijn gedachten gaan toe. Ontzweem je hij zolang het kan. Vroeger is voorgoed voorbij. Ik ben de parelwitte vraag. Hoe zal het morgen zijn? Ik sterf vandaag. Kunnen we weer spelen? Denk ik. Halen we weer van honing? Nee, maar wie de poe wel? Kunnen we weer een broodje smeren? Thank you.
Kraai is een zwarte vogel, daarom vinden mensen hem akelig. En het is een bijzonder slimme en vindingrijke vogel. Hij heeft zelf een eigen liedje die de violen en cello's nu voor u gaan spelen. De rest? Ik ben de koekoek. Ik heb geen warm en veilig huis. Nooit en ergens ben ik thuis. Het is donker in het bos en stil. Is er niemand die me wil?
Hier is de fantastische leeuwentemmer. Ben je al eens gebeten? Ja, ze zijn zo lief, zo mooi, zo schattig. Maar er is gewoon, het is niet zo erg hoor, maar gewoon, ze hebben mijn armen afgebeten. Hoe lang duurt het om een trick te leren? Dat hangt af van leeuw tot leeuw, maar meestal 2 jaar. Hoeveel eet een leeuw? 5 biefstukken van 2,5 kilo. Waarom is een leeuw de koning van het bos? Leeuwen leven toch niet in een bos? Ah ja. Nog even blijven zitten jij. Het rare beestencarnaval komt voor de laatste keer voorbij. De zeebeesten dansen in het water. De olifant met de prachtige billen. De egels op de klavier. De kakelende kippen. De rammelde skelet. De sierlijke zaan. De brullende leeuw. De zwarte krijzende kraai. De niet blije kangoeroes. De koekoek die niemand wil. De beren die broodjes smeren. Wij zijn de beesten op hun best. De muzikanten van het orkest. Et voilà. Je mag nu gaan. C'est fini. Het is gedaan. Thank you.
dames en heren, wij hopen dat u van onze voorstelling genoten heeft. Ik heb nog even een kleine praktische mededeling. Wij proberen nu alle kinderen, jassen en tassen allemaal zo snel mogelijk te verzamelen en terug bij de juiste eigenaar te brengen. En dan brengen wij de kinderen langs deze kant naar de ingang. Dat wil zeggen dat u als ouder de gewone weg, langs de gewone weg de zaal mag verlaten, langs die kant, naar buiten gaan en aan de uitgang vindt u dan hopelijk uw kind terug. Dat is althans de bedoeling, wij doen ons best. Daar staat ook iemand om toezicht te houden dat er zeker geen enkel kind zonder ouder de straat op loopt. Maar voor u naar buiten gaat, geef ik graag nog even het woord aan onze directeur Mark van den Borren. Dank u wel. Fijn dat u zo talrijk hier aanwezig bent deze namiddag. Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat we van heel af aan bij onze opleiding hier het grote podium gaan betreden. Vaak zijn het de grote artiesten waar we mee uitpakken, als ik het zo mag zeggen, maar elke grote artiest moet langs deze weg passeren. Jong beginnen, kennis maken met het publiek, fijne dingen organiseren in groep om zo samen de kunst te ontdekken. Ik wil daarvoor, ik weet niet dat dat nog mogelijk is, maar ik wil zeker mijn team bedanken die hen hebben voorbereid en deze namiddag tot een prachtig spektakel hebben gebracht. Maar één ding mogen we niet vergeten, dat zijn jullie. We vinden het ongelooflijk belangrijk dat jullie zo talrijk hier aanwezig zijn om deze jonge mensen te supporteren en in hen te geloven om kleine stapjes te zetten in de grote wereld. Het is ongelooflijk belangrijk dat zij dit met jullie kunnen delen. Daarvoor allemaal bedankt voor deze namiddag hier aanwezig te zijn. Bedankt voor het zien. Dat we niemand zien, zijn we kalm van beneden. Maar nog een fijne dag.
goed gedaan, Marjas. Zeg, kom hier. Thank you.
dan voor 5 uur? Ja. Dan heb je een kaartje. Mijn vrouw is er bij. Ah, die zijn hier al voor 5 uur, hè? Jo? Dan moet je doorgaan. Zal moet leeg. Ah, ja, ja. Zijn weg. Oké. Nee, je moet al een nieuw ticketje kopen. Ja, ik heb een nieuw ticketje. Ah ja, maar ik zei, ik zat hier al om 3 uur. Ah, ga je blijven? Ah, maar ja. Dus je nog eens op. Een keer lucht hebben buiten is wel gezond. Dat is een keer... Ja, maar ik zou ze buiten gaan. Ja. Ja. Ja, maar even naar buiten. We gaan om 4:30 de mensen binnen laten zien. Ja, wat denk ik? Dat is een beetje moeilijk. Want we moeten een beetje zuurstof binnenkomen, we moeten hier een beetje lucht. We kunnen jas wel aan liggen, toe, hè? Ja, want oh, ja, het gaat vast, hè? Het is goed. Nu geldt ook er nog niet aan, maar uw jas kan ook plaatsen. Rustig, dat is wel een beetje. Ja, ik ga dat hier. Want als we ze nu al binnen laten, alleen we moeten voorbereid zijn. Thank you.
beginnen. Ja.